De prijs van geld is hoog. Voor geld betaal je een fors vermogen aan vrijheid. Geld gaat dus ten koste van vrijheid, tenzij je natuurlijk de financiële vrijheid, waar ik zo vaak over hoor, hebt bereikt. Financiële vrijheid of is financiële rust voldoende? Financiële vrijheid, geef maar toe, klinkt als het paradijs. Maar is het de vrijheid die longt? Ik kan het je zeggen, alle mensen in de wereld verlangen in de eerste plaats naar rust. Om je Adam of Eva in het paradijs te voelen, is financiële rust voldoende. Rust is belangrijker dan vrijheid. Hoeveel bestedingsruimte is er nou nodig voor rust? Dat hangt natuurlijk af van je verplichtingen. En die bepaal je helemaal zelf. Hangen in een financiële hangmat is in mijn opinie al voor iedereen bereikbaar. Het tegenovergestelde van financiële rust is financiële stress. En die stress wordt veroorzaakt door schulden, hoge hypotheek, kinderen met peperdure verlangens, samenleven met een partner die niet met geld kan omgaan. Als jij verlangt. Naar financiële rust, dan ben je met deze vlog niet geholpen. Want jouw situatie is ook al uniek. Toch is er één vuistregel en dat is deze. Een financiële situatie is dynamisch. Je kunt aan de knoppen draaien. Dat moet je wel durven. Wie lef heeft, die past het plaatje aan. Verlang jij naar financiële rust, maak je dan los van die stress en beweeg je in die richting van die hangmat. Financiële rust. No bullshit. Ik ben Hans Ruinemans Boardroom Monk. May you be truly happy.